De volledig elektrische Honda e-Advance. Eigentijds exterieurdesign, dynamische prestaties, modern interieurdesign en geavanceerde technologie. De Honda e heeft een naadloos strak en modern design met vier bijna onzichtbare deuren en een laag en breed uiterlijk die hem een uitgesproken futuristische look geven. De panelen voor en achteraan bieden plaats aan een radar en camera's met meervoudige weergave. De nieuwste technologie gecombineerd met een compromisloos design. Zijcamera's vervangen spiegels, wat zorgt voor een betere aerodynamica en makkelijker manoeuvreren in de stad. Het hoogwaardige gevoel van de wagen zet zich door in de deurhandgrepen die uitklappen bij aanraking of nabijheid van de sleutel. Met de Honda e-Key kunt u deuren en de laadpoort openen en zelfs de airconditioning inschakelen. De wagen is standaard uitgerust met stijlvolle 17-inch lichtmetalen velgen. En de platte bodembatterij behoudt de strakke lijnen van het exterieur van de wagen. De Honda e heeft vier zetels, ideaal voor het leven in de stad. De koffer heeft een voorbouwde plaats voor de laadkabel, waardoor er een maximum aan ruimte vrij is voor uw spullen. Er is zelfs een achterbankherinnering die u waarschuwt als u iets heeft laten liggen op de achterbank. Uw verbluffende, volledig elektrische wagen van de toekomst is beschikbaar in vijf verschillende kleuren. Met Honda accessoires kunt u uw eigen persoonlijke look creëren. Het Urban Pack, beschikbaar in zwart of blauw, voegt een stijlvol accent toe aan uw Honda e, terwijl de lijsten extra bescherming bieden. Ook binnen in de wagen maakt het design van de Honda e indruk. Hier wordt lounge comfort en de allernieuwste technologie gecombineerd tot een unieke ervaring. Alle stoffen en materialen in het interieur voelen zeer aangenaam aan. De voorgevormde stoelen bieden goede steun en comfort en zijn uitgerust met Isofix-punten voor kinderzitjes. De binnenruimte voelt reusachtig aan, dankzij de batterij die in de bodem is verborgen. Er is een zakje voor uw smartphone, veel opbergruimte en vier oplaadpunten voor uw toestellen. Twee vooraan en twee achteraan. Op dat vlak moeten dus geen compromissen worden gesloten. Stuurverwarming en zetelverwarming houden u warm wanneer u rijdt bij koud weer. De panoramische vensters vooraan geven u een ongeëvenaard zicht rondom met een minimum aan dode hoeken. En het verbluffende, gebruiksvriendelijke, intuïtieve digitale dashboard ondersteunt alle technologie en connectiviteit van de wagen, zodat u interessante locaties kunt registreren, naar muziek luisteren, video's bekijken en de temperatuur regelen. De wagen is ook uitgerust met een ontdooisysteem van de voorruit. Het hoogwaardige audiosysteem in de wagen kan worden uitgerust tot 8 luidsprekers. 5 videoschermen met high definition staan op het dashboard. De twee schermen aan elk uiteinde van het dashboard geven de beelden van de aanpasbare zijcamera's weer. Dit zorgt bij alle weersomstandigheden voor een maximale beeldkwaliteit en gezichtshoek. De achteruitkijkspiegel kan in het Advanced Grade model in cameramodus worden geschakeld, zodat uw zicht achteruit niet wordt belemmerd door mensen of voorwerpen op de achterbank. Het resultaat is een duidelijk digitaal beeld, zelfs 's nachts. Dankzij de externe camera's en sensoren van de gebruiksvriendelijke parkeerpiloot kunt u de wagen zeer eenvoudig in de kleinste ruimte plaatsen. Op een knopje drukken, verder hoeft u niets te doen. De centrale schermen bieden 24-inch infotainment. Door te swipen tussen de schermen kunnen bestuurder en passagier schermen delen of onafhankelijk van elkaar gebruiken. Zo kan de bestuurder de satellietnavigatie gebruiken, terwijl de passagier de playlist hanteert. Nooit mist u nog een afrit omdat iemand een ander radiostation kiest. De Honda e beschikt ook standaard over Apple CarPlay en Android Auto. Verbind uw smartphone en zie uw apps verschijnen op het display. De wagen doet ook dienst als wifi-hotspot, zodat u en uw passagiers steeds verbonden kunnen blijven. De spraakgestuurde Personal Assistant begrijpt vrij complexe instructies. Zo kunt u op een veilige manier uw bestemming invoeren, het weerbericht raadplegen of het volume van de muziek instellen terwijl u aan het rijden bent. Oké, Honda. Where is the nearest Italian restaurant with free Wi-Fi and parking? Here are several Italian restaurants that provide free Wi-Fi and parking. Het EV-menu geeft toegang tot de airconditioning en het oplaadschema. Deze kunnen ook van op afstand worden ingesteld met de My Honda Plus-app. Perfect om de wagen vanuit de woning op te warmen, zodat het reeds warm is in de wagen wanneer je instapt.
De nieuwe My Honda Plus app biedt klanten volledig verbonden diensten op afstand. U kunt uw smartphone als een digitale sleutel gebruiken, vergrendelen, ontgrendelen, delen en zelfs uw wagen starten met uw smartphone, zodat u steeds meer controle hebt. U kunt de temperatuur in de binnenruimte regelen en zelfs de wagen van op afstand laden via verschillende oplaadschema's, zodat uw wagen optimaal wordt opgeladen. U kunt voor de gemoedsrust rond uw wagen een geometrische zone instellen en een waarschuwing ontvangen als de wagen de zone verlaat. U kunt uw favoriete ritten opslaan, uw reisgeschiedenis weergeven en bestemmingen naar uw satellietnavigatie in de wagen sturen. De Car Locator helpt u uw wagen terug te vinden. Er is ook nog Roadside Assistance. Hiermee kunt u digitaal om hulp vragen bij pech of een ongeval door uw GPS-locatie naar de provider van Honda's Roadside Assistance te sturen. Met een maximaal uitgangsvermogen van 154 PS en 315 Nm torsie kan de Honda e moeiteloos en geruisloos accelereren van 0 tot 100 km per uur in 8,3 seconden. Deze supermini voor de stad heeft geen gebrek aan vermogen. Het lage, brede uiterlijk van de Honda e beperkt het rollen van de wagen tot een minimum, waardoor snel van de rijvak kan worden veranderd. Dit geeft de wagen een uitstekende bestuurbaarheid, superieure responsiviteit en uiterst vlot rijgevoel in alle omstandigheden. Dankzij de platte bodembatterij heeft de Honda e een zeer laag zwaartepunt en bijna perfecte 50-50 gewichtsverdeling, waardoor hij zeer responsief is en de nauwe bochten van het stadscentrum met gemak rond. De achterwielaandrijving van de Honda e zorgt voor een beter stuurgevoel bij het accelereren en een toonaangevende draaicirkel. Het bewijs dat deze wagen klaar is voor het verkeer in de stad. Het chassis werd ontworpen voor uitzonderlijke bestuurbaarheid, wendbaarheid en rijcomfort. Verhoog de rijefficiëntie en schakel besturing met één pedaal in om te versnellen en vertragen met slechts één pedaal. En activeer sportmodus om de responsiviteit van de accelerator te vergroten. De platte bodembatterij, onafhankelijke vierwielophanging en minimale overhanging dragen allebei aan een uiterst bevredigende sportieve rijervaring. Misschien hebt u nooit eerder met een elektrische wagen gereden, maar de Honda e is uitzonderlijk. De oplaadpoort is geïntegreerd in het fantastische design van de wagen. De poort bevindt zich vooraan in het midden, zodat zij makkelijk van elke kant te bereiken is. De poort kan van binnenuit met de sleutel worden geopend of langs buiten met de knop. Als er geen oplaadschema is ingesteld, zal uw wagen automatisch opladen zodra hij met een stroombron is verbonden. De Honda e heeft een autonomie tot 222 km op één enkele laadbeurt, wat ruim voldoende is voor het rijden in de stad. De lithiumbatterij met hoge capaciteit gebruikt twee verschillende connectoren voor opladen thuis en onderweg. Verbonden met een openbare laadpaal of met uw Honda Home Power lader kan de batterij tot 80% opladen in iets meer dan 30 minuten. Hij laadt daarmee sneller op dan de meeste wagens in zijn klasse en zorgt ervoor dat u snel weer onderweg bent. E-Call kan door elke persoon in de wagen worden geactiveerd om de hulpdiensten te waarschuwen bij een ongeval. Meervoudige sensoren rondom het exterieur van de Honda e verhogen uw veiligheid en helpen Honda Sensing functies zoals adaptieve snelheidsregeling en actieve rijvakassistentie. Nieuwe veiligheidsfuncties zijn onder andere waarschuwing als de bestuurder van de wagen voor u ineens stopt of vertrekt vanuit stilstand en een melding wanneer de weg voor u vrij is. Uw Honda e laat u zelfs weten wanneer u zich wat te kort bij een wagen of voorwerp voor u bevindt en zal bij lage snelheden zelf remmen. Een van de vele manieren waarop Honda e het rijden voor u minder stresserend en leuker maakt. Contacteer uw lokale Honda-verdeler voor een hartelijke ontvangst en alle ondersteuning en advies die u nodig heeft om vandaag een testrit te boeken.